Mijn Minecraft sound is echt kloten. Why? Jouw Minecraft sound is gewoon voor je. Ik verstond Minecraft. Mijn Minecraft? Ja, oké, ik hoor dat het wel goed is. Mijn Minecraft sound was niet goed. Hoezo? Wat? Ik hoor het geruis, soort van. Je hoort geruis. Je hebt nu een Razer headset. Heb je de normale kabel of heb je de extended kabel? Ik heb gewoon een normaal oude schabeltje. Dat was proberen. Sorry, ik ben geen cable guy, maar heb je de dubbele of gewoon de solo? Gewoon solo. Oké, misschien moet je de dubbele proberen. Dubbele? Ja, zeg maar de groene en rode. Again, I'm not a fucking cable guy. Ja, maar ik heb geen... Dat maakt niet uit. Dat maakt alleen maar als je een computer het heeft. Nee, sommige... Oké, ik snap. Een computer kan zeg maar hebben... Rode en groene is zeg maar voor de mic en voor geluid. Ja, ja. De mic heeft soms een losse uitslag. Maar bij mijn laptop is het gewoon een één punt. Dus dan krijg je één ding maar. Vlad? Why are you getting hurt? Hey, heb je Alex? Alex, ik heb een 2x2 diamond stack gevonden. Vlad, je kan gewoon in de Discord spreken. Ik spreek al, maar volgens mij hoor je me niet. Ik hoor je. Het is wel zo dat ik Thomas veel beter hoor dan jou. Oh, ja, nee, ik weet niet. Ik praat over telefoon, hè? Ah, oké. Okay. Ja, Thomas, ga verder. Dus. Nee, ik heb een 2x2 diamond stack gevonden. Maar ik heb op mijn diamond pickers alleen maar een breakable en een efficiency. Dus ik heb niks dat hij extra veel in één keer doet, toch? Oh ja, yeah, I'm on my way. Ja, ik zou teleporteren. Dat is... Oh, ben je verder gaan met de tunnel of zo? Ik ben bij 2100, ja. Oh, dus... Zal ik even goed staan? Als het goed is. Als je er boven gaat, kom je dus de end tegen. Oh nee, dat lama, dat is 1900. Je hebt nog 200. Ik sta nu ik sta stil bij de god. Ik kan me nu gewoon daar vinden. I'm on my way. Ik weet niet waarom ik niet de metro heb genomen. Oké, lama. Ik weet niet waarom ik de metro niet heb genomen, maar goed. Thomas, heb je de Rainbow video gezien? Dat is maar 2 minuten, dus ik heb wel gekeken. Oh god, the lag is back. Wat heb je wel tip op gestuurd straks vorige keer? Toch? Nee, is anders. Oh. Is anders. Nou, die verder keer ook. Wat ik dus nu heb gedaan is. Ik vertel het wel precies als ik ben gestopt met het opnemen. Because unfortunately, I have to do some shit. Wat ben je doen? Ben je naartoe aan het lopen of ben je aan het teleporteren? I am grabbing my shit so I can mine the diamonds for you. Yes. Wait, no, that's not a good idea. People will react into it. Loop maar naartoe. Zeg maar voor je teleporteren wat ik loop. Ik ben nu aan het teleporteren. Ja, nu ben ik veilig. Hallo. Hallo. Oh, Jesus. Damn, de lava looks good. Misschien moet ik deze tekstpak uitzetten. Gewoon paden links en rechts gegaan ofzo. Ik ben het... Ja, maar ik zie dat die ding broken is, maar nu staat er 2 van jou. Wat fuck gaat dat? Zie iedereen dat of? Really? Nee, ik zie 2 keer Vlad staan, ja. Auw. Vlad, wat zie jij? Ik zie Vlad van 35. Vlad, kan je het even fixen voor me? Even de. Je weet nog waar de dingen staan, toch? Ja. Vlad van 35, zie je snel? Hoe moet er naar weer Vlad van 35? En iedereen heeft 1.
zie ik. Ja, kan je even naar de dinges gaan? Om het te repareren? Ik heb niet zin van Nee, je moet gewoon even removen. Er staat bij de laatste command ook remove. Dan moet je even naar aanzetten. Dus gewoon even een flik doen. Alright, Tim, is you ready? Yes. Oké, de remove. Hoeveel heb ik gekregen? Even kijken. Die van jou ik heb er 17. Het gaat oké, okay, wacht. Ja, is goed. Dankjewel, Thomas. Heel even. Welke is de laatste? Welke is die move ook weer? Die van helemaal rechts. Helemaal rechts. Okay. Die moet ontladen van de lever uit. Even aan en uit, ja. Ik heb het gedaan. Ja, ga nu helemaal naar links. Okay. Klik dat aan. Aan en uit. Ja. En daarna rechts daarvan. Aan en uit. Thank you. Alleen dat, oké. Yep. Make sure you're on the ground because you will be put into survival in 10, 9, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You will thank you, Alex. Oh wait, it didn't change. Thanks. Met je ninja kop nog steeds. Oké, ik ga heel even mezelf teleporteren naar Vlad. Kan iedereen teleporteren of alleen maar jullie twee? Of een paar mensen maar. Nee, ik kan alleen teleporteren. Hij is gewoon lekker aan het cheating. Ja, absoluut ja. Het gaat absoluut niet om het feit dat ik gewoon elke keer honderden blokken moet travelen. Oké, okay, let me see what's wrong. Ik denk dat het gewoon slechte commando's zijn van mijn. Ja, het is gewoon deze. Oh, no, it just was late. That's it. Het werkt nu wel voor mij. Wie is dat? Hoe was dat? Oké, nice. Maar waarom is het dan laat? Hoezo staat die van... Oké. Die van mij staat aan. En die van jullie staat aan. Nee, ik zei niet van mij. Ik weet niet wat jullie... Ik heb het over de machine zelf. Oh, oké. Okay. Well, it's time to test this. Maar ik denk dat het gewoon een delay heeft. Don't fall into the water. I'm an idiot. Wat is het? Waarom nou? I tried to suicide, but I couldn't. Oh. Ja, hey, Alex. Karma is een bitch, hoor. I'm not sure if you want to say that in that situation, but okay. Hey, I don't know. Maar ga slapen. Nu? Oh, ik heb geen bed. I'm sorry. Just ik ben nu ook find al van bed. Just oh, dus je bent nu meer slapen? No more sleep? Ik kan niet slapen. Ik ben nu heel hoog. Vlad, er zijn iets van 500 bedden just scattered throughout the map. Just find them. Ja, maar hoe? Ik begrijp wel, als ik ga vallen, ga ik echt dood bij. Waar ben je? Ik ben nu in het Heilige Kruis wordt nu gebouwd. Oh. Ik weet niet, misschien kan je mijn bed geven. Uit de creative modus.
I mean, see, so you're calling me a cheater, but look what you're asking. You just get done from your holy fucking Jesus Christ thingy, and just get to bed. Get into bed. Get into bed. Lukt niet, ik ben gewoon niet veel heen. Nog 10 gigabyte. God. 10 gigabyte? Dat is alleen maar gedownload voor mij. Oh, hij is er een update? Nee, ik moet nog downloaden op mijn laptop gewoon. Oh, je gaat rennen. Hey Thomas, kom, we gaan even CSGO spelen. Ik heb maar gedownload nu, dus. Oh, nice. I'm gonna tell you, it's a shit show. CSGO? Dude, ik heb geprobeerd om te spelen. De eerste potje ben ik een fucking hacker tegengekomen. Ja? Ja! Oh, hij zat naar beneden te kijken, opeens ging hij naar boven flikken. Gewoon echt gewoon hard ook. En gewoon een headshot. Gewoon een headshot, gewoon. Ik heb wel met CSGO zo'n game waar ik zo echt ga trollen alleen maar. Wat moet je erin? Heb je erin, Thomas? Wat? Vlad, hij heeft nog niet gespeeld. Ik heb nog niet gespeeld, dat is mijn chance. Ik dacht je gewoon trollen op Ik heb het gekeken. Gaan we nog slapen of? Ik ga heel even kijken waar Vlad mee bezig is. I'm like legitimately worried about the fact he cannot sleep. Is it on the cliff or is it at the giant crosser on the mountain? Nee, het is richting piramide en... Yeah, on the cliff, got it. Dat je het niet kan zien, dat is niet goed. Oh my god! Oh, holy shit! Welkom to my new world. Jesus. Het wordt een mega huis. Mega kruis bedoel je? Mega kruis waarin ik ga wonen. Je gaat zo mooi uitzicht krijgen. Ik don't know, man. Can I just say something? Your house is still the only one that can be burned down. You can't just spring, Alex. No, don't do it. Don't do it. Wait. Fuck. At least wait for me. Oh, you fuck. Oh, you. Ik slaap er. Ja, nu ben ik de idioot. Alex, ga nou slapen. Shut the fuck up. Well, fun fact, Thomas, it's already day. Het is al dag! Wat? God, mijn PC is lekker. Het is vandaag aan het worden, ja. Wat hebben we dus deze dag gedaan? Ja. Gewoon dat, ja. Nee, gewoon. Wat heb je vandaag gedaan? Ja. Ik
Weet je wat, boys? Ik denk dat ik in een grot ga wonen. Klaar, ik heb geen zin meer. So, just build your fucking cross. Hey, wanneer de kruis? Hey, wordt het een Christian service klaar? Iedereen moet nu christelijk worden. Ik ga ook Bijbels uit de uitdelen aan jullie. Nu moet ik denken aan die vrouw. Wist je nog, Vlad? Hoe is dat toch? Ja, mijn beurs. Ik kwam die vrouw weer tegen hè, met AIDS. Met wat? Ik kwam daar niet tegen. Oké, Thomas, please calm your breathing. Please, for the love of God. Of, Vlad, kan je misschien je mic dichterbij zetten? Mijn telefoon is aan de charger toch, dus... Wow. Ah, something powerbank. Het is een wireless charger. Weet je dat ik van Samsung? Ja, ik weet het. Ik kom niet voor last tegen. Weet op die dag toen wij naar die beurs gingen? Ja. Toen we al klaar waren, gingen we een beetje naar 1G volgens mij. Dus ik zat zo met. Ik was zo aan het lopen, ik kom maar weer tegen. Gewoon uit het niets, hè. Oké. Ze zegt, volgens mij, wil je praten over Jezus of zo? Ik zei, volgens mij, ik weet niet wat ik zei. Ik zei volgens mij, we hebben een beetje haast, zei ik tegen. Het meeste met dat. Maar ze ging verder praten, ze ging een beetje praten over Jezus en zo. En ze zegt, ben je nog gelovig? Ze zei dat ik moslim, ze vroeg of ik moslim was en zo. Al dat soort rare dingen, dus... Maar dat vroeg ze vorige keer ook, hè? Ja, precies, dat zei ze tegen me. En ik zei dat, ja, we hebben wel vorige keer gesproken, heeft me al een Bijbel gegeven. Dus ik had geen interesse meer, weet je. Dus ze luisterde voor me, dus ik ging verder praten. En toen ik zat met Ace te doen. En ik en Ace, die kunnen haar niet serieus nemen, dus ze zit daar te lachen. Terwijl ze gewoon aan het praten is. Oh, shit. Omdat ze dat pas dan, maar we konden gewoon ons lach niet inhouden, weet je. I'm sorry, but I'm just imagining Ace just standing next to you, absolutely laughing his ass off. Ik was juist degene die ging lachen en hij was zeg maar, hij keek naar mij, hij moest door mij lachen. Oh. Dat was echt grappig. Het was eigenlijk, die lach was eigenlijk toen, I don't know. Nou, we konden echt geen serieus antwoord. Je hebt het één keer gehoord en je was er van, nah. Ja, precies, want zij was echt serieus. Was ze dat? Was nog? Oké. Ja, die is vreemd, oké. Ze praat ook een keer tegen, zo in de tunnel. Dat is ook raar, want het is al twee keer dat ik haar toegekomen en ze herinnert me niet. Er is echt iets raars aan de hand van die vrouw. Not this one. Ook trouwens, ik weet niet of ik het al verteld heb, die dag toen hij eerder les ging dan ons. Ja. We hadden best wel goede guys van toen. Waarvan je ook iets van 50 pennen vriendelijk gepakt. Hey, ik was er niet, hè. Je weet die pennen had gepakt. Ja. Dus eens, en ik had het allemaal aan mij. Eén ding gaat het niet meer doen, dat was kinderdag. Wat ga je niet meer doen? Nou, ik was kind. Huh? Ik ga dat niet meer doen, man. Het is kinderachtig. I too got like 5 pence, so. Nee, dus ik had meer meegenomen voor... Je kan niet meer zeggen dat je penloos bent, Vlad. Nee, maar ik gebruik die pen ook niet. Ik gebruik Vlad elke dag op school. Hey, mag je pen lenen?
Kuch, kuch, Thomas. Ja, hey, ik heb veel pennen, man, maar op school neem ik nu pennen mee. Ik heb maar een paar pennen bij me, altijd. Een paar, gewoon een paar. Gewoon één voor een vriend en eentje voor me. Okay, let me switch off this texture pack because it's either making me lag or I really need to delete some of my projects. Deactivate. Boys, laten we planten bomen gaan planten voor de natuur. Team trees. Ja, om. Now I can put that into the title. Wat heb je? Ik zei nu kan ik dat in de titel zetten. Oh ja, dat moet je dan doen, hè. Doe iets voor de nature. Yes, this is what I have done for the nature, guys. You see all these trees? This is my work of beauty. Applaus voor Alex, jongen. I gotta say, this looks weird in the regular texture pack. In my texture pack ziet het nog oké uit, maar hier? Absoluut niet. Waar heb ik het over? In mijn texture pack lijken de planken meer op de hout zelf. Maar ik heb de texture pack uitgezet, maar waarschijnlijk heeft het niet geholpen. Natuurlijk lijken we het nog steeds. Wat? Waarom maken we niet ons eigen texture? Waarom maken we ons eigen niet, wat? Niet ons eigen texture pack. I am down. I am absolutely down. Ja? We kunnen het doen, hè. Ik heb een Photoshop programma, ik kan het doen. Ik heb ook nog gewoon een account waarmee ik gewoon Adobe 7 dagen kan lang gewoon een free trial kan doen. Goed. Ik kan eraan werken zodra ik bij InBloomov ben. Kan ik mooie tekst pakken. Ik weet niet of het mooi gaat worden. Kijk, ik kan er ook aan werken, maar het is echt fucking lang tot inlaat. Wat ga je nog verder met je kruis of wat gaat gebeuren? Ik ben net hout aan het verzamelen, dus. Ik heb net een stack gegeven. What did you do with it? Ja, maar ik was echt niet van niet. Weet je dat het genoeg is voor een gigantisch kruis? Dude, is het 10 bij 10? Dus. Het is 11 bij 11. Oké, of course, because you have to do it like that. Ja, je kan me wel vonden, je kan me even naar je... En hoe hoog wil je het hebben? Dat weet ik niet. Ik moet nog even gaan kijken. Dus 11 bij 11, dus wat logisch is, is even kijken. 50? Ja, het moet echt groot zijn. Ja, dat snap ik, dat is waarom ik zeg wel 50, want... Uiteindelijk moet het ook, even kijken, 33 breed zijn, hè? Ja, je hebt geen kruis zonder de twee uitstekels. Ja, precies, dus dat moet ook nog gemaakt worden. Ja, het komt goed hoor. Ik moet gewoon altijd met het volk in kijken hoe het eruit ziet en dan kan ik een keuze maken en beslissen. Maar ik heb trouwens een idee. Your boy is nu. Wat? Jouw boy is weer, heeft weer honger. Yo. What, am I Jesus now? Yes.
I shall turn all this fish into bread. Yes. Walk on water. I can actually, I, you know what, just for the joke sake, I'm gonna do it. Do it. And as I try it, what? There we go. I can walk on water. Vlad, als je even naar mij toe komt, kun je de magie van Jezus zien. Kanaal? Het kerkje. Bij mijn huis. Wat kerk, man? Er zijn drie poppen. Waar Alex zijn huis gezet. Wow. Ik zie nog een huis dat nog niet geclaimd is door de kerk. That's the orphanage, Vlad. That's the orphanage. What? The orphanage? I am Jesus. Oh my god, dude. See that Thomas? See that Thomas? And I will... Ik ben 1000 blokken verderop, dus... Would you like to see if this does the question? Nee, of niet, hoor. Are you sure about that? Ik heb ook water voor mij, dus. But with the power of Jesus, I will also smite you. Pas over 3 dagen kom ik terug. Damn, dit is er! Dit is er! Fucking mini zombie bij mij! Oh god, hoeveel HP had je? Ja, 1,5. It was a fun. I will just stab him, he will be fine. Nope. Yeah. I am Jesus. Ja, dat zie ik. Can you give me a Vlad, you must spread the gospel. Well, before I look like an idiot again, I will return home. Jesus, help me quick. With? Ik word aangevallen door skeleton. Nope. Have fun with that. Okay. Spread the gospel. Mooi. Ik ben de... I know. Oh, dit ook weer. Wat? Ik ga Minecraft sound effect uitzetten hiervoor. Maar wat hoor je? Echt geruis. Het is echt raar. Niet op Dubai. En music maakt het nog erger eigenlijk, dat is het beetje juist. Wacht, hoor je het af en toe of hoor je het constant? Het is constant. Want er is een sound effect, een cave sound, die soort van zo gaat. Nee, maar het is niet cave sound, ik heb dat niet eerder gehoord dit, zeg maar. Het is gewoon echt gewoon fucked up even. Maar ja, ik ben ook aan het downloaden nu, dus dan gaat het gelijk het enige anders. Misschien valt hij daarom echt uit de mand. Vlad, Jesus orders you to go to bed. Hoe kan ik naar bed gaan als Jesus mij geen bed geeft? Jesus shall give you a home. Ik zou het laag zijn als Alex gewoon iemand kan teleporteren. Gewoon zo van, I will give you a home. I shall give you... A temporary bed. Alex, van, je spant hem 1000 blocks in de lucht. Van... Ik heb het gebeurd. Hij is geliefd. Alex, je krijgt veel mijn game. Dat
Well, Thomas, my magic has worked, apparently. Wat heb je gedaan dan, gelukkig? I have given him a temporary home. It's called the Void. You might be asking yourself, what is this video about? It's me just doing absolutely nothing for 50 minutes. But this is what you call content nowadays. You just talk about random shit. What's that? Wat was dat? Ik deed mijn speaker aan. Maar die speaker was blijkbaar geconnect met de telefoon van mama. Dus dat volgens mij toevallig met die ik dan spreek. Dus. Oh my god. We just heard some secret shit. We just heard some secret shit. I don't know, ik weet niet wat ik hoorde. Ik wilde gewoon even aan het praten, maar ik kon niet. Oké, wat ben ik? Ik ben weer verbaasd. Thomas, please help me. Please help, ja. Ga recht door, ja. Rechtdoor? Ah, ja. Ik weet waar ik ben. Nee, maar ik denk 1000 boeken van elkaar vanaf zijn. Dat kan je wel zeggen. Ja, ik weet niet. Je gaf me ook gewoon toevallig een goede weg. Dus. Ja, ik weet niet. Vlad, er is één weg rechtdoor en dat zijn 3 deuren. Ja, ik weet niet waar ik ben. Ik bedoel waar ik was. In mijn huis? Ik ook niet. Oh. Ja, maar dat huis wil ik niet. Ik wil de kerk. Church. You already got the church! Oh ja? Is de church van mij? Yes. Oh, dat is heel lief van jou, Alex. Ja. You're very welcome. You can get into the mine and I will give you some food. Onder wat voor? Waar ben je helemaal naartoe gegaan, Alex? I'm mining in your mine. Oh, helemaal achterin? Daar is of ergens bij het begin? Nee, bij het begin. Oh, oké. Okay. Oh ja, als je verder doorloopt, heb ik een pad naar rechts. Opeens zijn je zusjes de kelder gevonden. Oké. Okay. Wat is ze? Oké. Oeh, ik heb een goed idee, man. Oh boy, hier is een idee. Wat als ik een sekspuntje in mijn kruis kan? You know what? It's kind of appropriate to do it. Yeah? Yeah. Kom online. Ik ben net thuis, man. Kom online. Ik ben net thuis. Kom online. Why? Because. Yeah. I'm tired. I don't care if Alex, you're tired. Alex, kan ik zonder je? Dat what? Repeat that? Kan ik zonder haar kan? That's not true. Ze maakt wel geen nieuwe dingen dan jou. Plus, ik moet mijn bed nog bij elkaar zetten. I shall remember that. Hallo Messi, wil je hond ruiken? Kom, ik heb een hond omhoog. I just looked at my camera, but then I realized my camera is turned off. Hello.
I will need a lot of pistons. Je vraagt jezelf af wat jij gaat doen als je met bed stelt. Waar? Wat? Wait, ik, wait. En dit is wat Vlad op dit moment zei om 11 uur 34 s'avonds op 27 december 2019. En hij quote, ik vraag mij af wat ik ga doen als ik een bed van Alex steel. End quote. I don't know. I don't know either what you will do. I am not you. Absolutely nothing. Absolutely nothing. As long as you don't steal the racist bed, it's fine. Holy shit! Wat doen er zoveel zombies hier? Oh, Thomas, what the fuck? What? Huh? What is happening? What? Why are there so many? Waar? Er moet hier ergens een spawner zijn. There's no other explanation. Dit is je tweede dood, toch? Hm? Dit is de tweede... Ik denk dat het echt mijn tweede dood is. Ja, nee. Ja, yeah, no, it's broken. I don't know why, but it's broken. Ja, er is een schatkast. It's probably already looted. Maar is het auto-generated, of heb je dat zelf gemaakt? Huh? Je kan niet zelf maken, je moet het vinden. Of ja, ik weet niet of je... Misschien kun je het met commanden maken, maar... Dan heb je building generators nodig. Van plugins en shit. Dat heb ik niet. I don't know how that works. Ik denk dat je... Ja, ik denk dat je moet programmeren, denk ik. Ja, mijn computer... Ik heb dit programma niet omdat mijn computer niet absoluut niet aan zou kunnen. Jawel, jawel, wat kan. Dat kan wel. Sublime tijd. Dat is wel ontdoenlijk. I can barely edit a video or a photo. Do you honestly think I can use a programming editor? Een programmeer, ik denk. Zoveel dingen zijn. Hoe kunnen zoveel te hebben? Schrijven van een programma is niet zo zwaar op zo'n computer. Wat het wel zwaar is het programma runnen waarschijnlijk. Thomas, waar ben je verder gegaan? Waar? Naar rechts. Naar volgend rechts. Pad. Oh, er is een pad. Of waar ben je? In de grot? Of? Nee, ik ben naar boven. Boven? Ja. Op het land? Ja. Ja. 2160. Naar rechts toe. Oh! 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 Hallo, wat ga je hier maken? My village. Your village, okay. Wauw, Thomas haat ons en hij heeft bedacht om hier naartoe te komen. Okay, thank you. Ik wil een grote ruimte zo van aankennen, ik werk hier zo. Auw. Look at this shit. I'm stealing some of your jungle trees. I'm sorry. Ja, de helft mag je pakken. Heb ik vorige keer saplings genomen van. Maar we wil ook nog plaatsen. Maar ik heb geen tijd voor alles nu. Alex Christus.
Zou ik misschien een beetje hout mogen hebben? Ja, it's called making an iron axe. Het is zwaar wat? Het is een zware werk. Yeah. Spread my gospel, come on. People need to know about me. People need to know about me, damn it. Wat ben je aan het doen eigenlijk allemaal met mijn dingen? I'm just sticking you, XP. You fucking moron. That is the main reason why you don't want me to be around. But I can give you some compensation. We hebben gegeven kool. We hebben mijn kool gestolen. Nee. Enderman! Yeah. Enderman, come here! Wait, no. I need... Fuck it. De Enderman zijn dingen waar ik niet in kijkt ofzo, weet ik voor. Make sure the Enderman stays here, Thomas. Waarom dat? Oh, for fuck's sake! What? What are the chances of this happening twice on the same day? Alex, kan je uitzetten dat creepers dingen kapot maken? Oh. Ik zeg geen enemy meer, dus. You will kill yourself. You will kill yourself. There is some food if you calm down. Fuck you. Where are you? Where is this? Ja, Thomas gaat even gewoon een wereldreis maken. Dus, you know. Gewoon pretty normal shit. Waar ben je helemaal naartoe? Ik zie je. Oh, het is gewoon achter deze berg. Oké, dan maar. Als ik van, what the fuck is happening here? Oh, never mind. Damn, I should have just built a house out here. I need my ender chest. Thomas, is the Enderman on the States? Don't you ever do that. I don't know, ask him. No, he is not. Oh no. No, it is not. It is terrible. Oh god. Thomas? Heb je dubbel gevonden? Nee, nog iets ergers. Het is ergers, het is. Thomas, als ik jou zou het geluid van jouw ding gewoon uitzetten. Yep. Dat is de enige ding waar mijn vanavond bezig mee is. Dat. Wat was dat? Dat wordt de enige ding waarmee jij vanavond bezig mee bent. Just figuring out how to make it automatic. Actually, it's easy. Make a custom clock. Nee, ik hoor het niet. Enderman bij mij. Oh shit. Twee Endermen. Wow, na deze twee Endermen zijn we klaar voor de heist. Heist? Ja, we gaan de end beroven. Ja, dat doe ik niet voor free, Alex. Dat doen we niet voor free. You will get free shit to do it and keep it. Nou, jij moet dus hebben van end. En wat ik moet hebben is een redstone, een noodkart en een redstone. Oh, ik heb er 3. Nice. Actually, we already have enough. But I'm still going to teleport to Thomas. Oh, die ijs, zeg maar, die ding of zo. De ballen, ja. Where are you, friend? There he is. Come here. What? Met looting 3 heb ik geen ender
Ender Pearl gekregen. Hoe is dat mogelijk? Is dit al genoeg? True. Alex, wil je dat ik met de heist meedoen? Dan moet je me een beetje redstone geven. En mijn Ik heb genoeg redstone. Ik heb ook genoeg redstone. Hi, dat vind ik yeah. Maar ik heb de redstone zelf nodig. Because I am making a vault. En ik maak een geluidbom. Kijk het niet. Oh god. It's a sonic bomb. Al die klokken en dan. Over de hele regio van Alex en zo. Anthony gaat door de vloer. Don't. No. Ik ben blij dat ik verhuisd ben. Thomas, heb je een gebouw voor me alvast? Een wat? Een gebouw voor me. Ik ben het dorpje aan het maken, maar eerst met mijn banken bezig. Trouwens, Thomas, je hebt bamboe. Je kan gewoon scaffoldings maken in plaats van dirt. Wat? Je kan scaffoldings maken. Zet gewoon wat bamboe neer. Op elkaar zetten en dan kan je ook zo klimmen. Zo'n soort van rectangle of zo. Oh, that is that. Oké, waar is mijn bamboe gebleven? Hier. Ik heb het geplaatst voor je. Maar ik zal even doen wat jij wilde. Dus gewoon game. Ik had random plaatsen gewoon, ja. Ik weet niet hoe het gaat, dat, maar ja, niet uitgezocht. Mob. Griefing. False. Maar ja, Vlad, als je mee wilt doen aan de heist, moet je wel de preparations maken, hè? Oh What? God, no! No! Zo dan. Je doet een crafting table hier toch? Yeah. Rin, joh. Ik vind het hilarisch dat het gewoon dat hij nu doet en wij zijn bezig hier zo. En dat gewoon straks als Anthony dat zijn dingen al was, dat hij niks in de gaten opeens. Yes! Actually, dat is je mag het bij Anthony en zusje doen. Boys, niks verklappen, hè? Ja. Nee, maar het is het leukste als wij weten. Hij ziet alles in die groep tussen sturen zo van. Ja, wij weten het wel, maar. Dus nu gaan ze opeens allemaal bellen horen. Oh, dan moet je ook een sign erbij zetten van. Dear Poseidon. Jesus has taken over. Happy New Year. Dan moeten jullie me wel helpen, boys, want dan heb ik echt veel. Ik heb echt veel resto nodig en dan echt veel. Hoe maak je een bel? En een bel. Ik heb ook een bel nodig. Je kan geen bellen maken. Echt veel bellen. Maar kan je ze niet maken? Door heel het land heen moeten rennen om het bellen te gaan zoeken. Ja, nee, wordt gewoon bij alle villages langs gaan en gewoon even pakken. Nee, weet je, we moeten gewoon even langs alle... Hoeveel bellen heb je nodig? Ja, ik zou zeggen een stack. Een stack? Ja, Vlad, you do realize that 64 villages, right? Okay, dat niet alle villages hebben het. Jawel, alle villagers hebben er één. Sommigen hebben er twee, dat heb ik ook nog opgemerkt. Oh ja. Laten we zeggen, het zijn 40 villagers. We still need to like travel 10.000 blocks. Oké, hold on. Twee onder de kasteel van Anthony. Mm-hmm. Twee onder de heks van Thomas. Eén in de hoek van Pyramide.
Eén in de buurt van... Nee, twee overal. Laten we dat afspreken. Twee overal. Oké, twee per... Nee, oké. Dus dat zijn... Dat zijn 10. Dat is het doen. Dat is te doen. Want we hebben iets van 6 villages. Dat is te doen. Of het onder de grond geluid geeft. Dus als het onder de grond gestopt is of het geluid gaat geven. Of course! It's Minecraft! Nou, dat is... Ja, ik weet niet. Het kan ook anders. Just test it. Just put it under the ground. Put some redstone down. Oh, ja. Yeah, je hebt geen redstone, ja. Yeah. Oké, okay, I'm coming. Ik heb maar 2 sticks redstone. Dus als jullie mijn redstone kunnen doen. Ga gewoon in creative, Alex. Waarvoor pak ik niks op? Maar zit ik hem vol? Zijn trapjes daar maar. Thank you. Wat ik ook nog nodig heb is minecart. Minecart, hoezo dat? Zodat ik het automatisch kan maken. Zodat nee, gewoon een redstone klok. Een redstone klok te vlot. Ja. Compensator repeater. Oh, maar dat werkt pas wanneer je dat kan je toch niet op loodje zetten, of wel? Nee. Precies, dan ik ook het. Oh, oké, jij got it, I get it. Oef, daar hebben we veel uit of daarvoor nodig. Oh, maar ik weet waarom ik bij Thomas wil blijven. Ik wilde kijken van hoeveel dingen we nodig hebben, en de reis. Oké, Thomas, waar... Oh ja, hier. Waar? Ja? Met een bruggetje erbij. Of, ja, de slechtste bruggetje. Ja, wat je als village brug mag noemen. Ga je deze dorp noemen eigenlijk? Thomastown. Thomastown, that doesn't sound bad actually. Ik zou mijn god niet weten. No, we're not doing that again. No. Beer? No. Beren? No. Oh god, no. Oké, dan doen we beer. Niet beer, maar beer van bier. Oh, I'm fine with that. Only thing you can drink is beer. Oh ja, hebben jullie al gehoord dat ze corn gaan, mais gaan toevoegen aan Minecraft? Corn town. No, corny town. Get it right, corny town. Ik was een, er zit een sextape, denk ik, weer klinkt weer. Oh no, don't even get started. We are not going to look at Cornhub comments, okay? We are not doing that. Let him breathe. I haven't been here for like a week and well, I see where my sister has been. Where? Nou, omdat ze toch al overal heen en weer lopen met creative, zie je overal gaten die opeens van 0 naar 100 gaan. And she just isn't bothered to fix it. Voor wat? Voor. Gewoon, je loopt ergens langs en je ziet een gat. En je kijkt gewoon. Why does my mouse not work? Wait. Hey, what's wrong? It's not so fish. Come on. There you go.
just... Come on. Oh, mijn pick is zo fijn dat alles gewoon één keer klikken is bijna wat ik doe. Zo te zien ben ik de wel. Zo te zien ben ik verdwaald. De enige optie is om te suiciden. Ze moeten hagel in Minecraft toevoegen. Bestaan er zandstormen? Zou ook grappig zijn. Vlad, gaat het? Gaat niet. Twee, drie, vier, vijf. Oh, we hebben maar 10 nodig. Oké. Okay. Ik kan voor jullie beiden dan het dingen smaken. Een ender chest. Ja. Heb je ender chest die achtergehaald? Ja, nee, dus je hebt er één. En ik ga terug naar de tunnel. Ik ga even diamanten, of jij niet diamanten, maar gewoon Thomas, heb je een emmer voor me? Ja, ik heb er 2. Can I have one? In de chest zit er 1. Nou ja, je ziet. Thank you. Oh shit. Waarom heb je papier nodig eigenlijk? Voor straks.
Oh, wow. Fuck you, Gravel. Ik wil de water nu zetten, maar, dus, maar de Gravel is erop gevallen. I'm coming back up, Thomas. Is Enderman bij mij? Yeah, at this point you can just go kill it. Yay, vuurwerk. Ken je al een... Een wat maken? Een nucleaire bom. You know what the first part is about that? He actually has done it before. Ja, ik heb het laten experimenteren. Het is me gelukt. Ja. Yeah. Dus. On his underground prison where he tortured me for like 2 days. Thomas, je moet mijn oude map checken. Was het, ik maakte een soort stad, klein stad, en er was een soort basis naast de stad, en zeg maar onder grond, en het werd gebruikt voor meerdere dingen, waaronder een nucleaire... Torturing Alex. Maar de experimenten zijn goed gegaan toch, dus nu weet ik gewoon hoe ik een nucleaire bom kan maken, die van afstand kan... Nee. Als je mens zeg maar niet goed reageert, betekent dat gewoon dat je gewoon nieuw moet kopen, toch? Hm? Een muis wil zeg maar niet goed reageren. Jouw muis? Ja, zeg maar als ik naar boven wil kijken, dan kijkt hij niet zo sterk. Dan kan het misschien de muisproblemen zijn. Je kan het misschien fixen bij de instellingen of... Ja, beste denk ik voor de neus komt. Denk ik. I cannot turn left. It just goes up. Ja, ik snap. I have to play with the touchpad. Ja, dat is wel. Ik heb met controle gaan. Oh yeah, right, thank you. I legitimately forgot. Dat is geen jouw waarde. I legit forgot. Alright, I'm gonna be back in a sec. Water stoppen voor een kwartiertje, dan werkt het ook hartstikke goed. Ja, ik kan het controleren. Afkoelen man, het is een beetje moe toch, die ding. Yeah, no, I just cannot use it. It's the end of it. Rip. Alex, maak een beetje nat. Heb je een badkamer? Heb je een bad? Was dat een serious joke? Nee, ik was hier best serieus. Het is een geheime truc. Maar het is een wired dinges, hè? Wat is het? It's wired.
Ja, precies. Dus wat je gaat doen, is je stopt het even in je bad. En je laat het voor een kwartier of zo afkoelen, zeg maar. En dan hoort het weer te werken. Wait, I don't get it. No, I'm serious. Het is een... Ja, I don't know what happened, just wait a second. Douche of zo, maak een beetje nat. Vervolgens stop je het in je oven voor 10 minuten. En dan naar buiten. Werkt goed als niet, zo zoet als nieuw. Precies, probeer het maar. Het is een trucje. Should I really do? Thomas, can you confirm? What? But I feel. Thomas, just confirm. Sorry, Vlad, ik heb niet opgelet omdat ik bezig ben met deze controller nu, want hij wil niet werken. Ook daar moet je hetzelfde voor doen. Precies, je moet hem in je open stoppen. Wacht, nee, het kan zijn dat met. Oh, it works now. It's a miracle. Ja, niet voor heel lang hadden. Nee, deze mensen heb ik al sinds wat 2015. Dus. Would make sense. Ik heb het gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb het volgens mij nog gezegd tegen jou. Nee, dat heb je niet gekocht. Ja, hoe jij mijn 50 euro op Reeboks heeft gespend? No! Wait, yeah, no, that is true, yeah. Also, het was 40, maar oké. Okay. Ik heb 10 euro aan gold uitgegeven. Nice man, Alex, give me some I already told you, it's called get an iron axe. It's called stealing. Ooh, Christ okay, forgives you for it. Does Alex Christus forgive me for that if I do that? I call one of those things my blessings. Okay. I received your blessings, man. I have 7 holy blessings. Stealing is the blessing of the snake. I see the blessing of the snake. So, then you are embodying the blessing of the snake. Whatever. Dat lijkt Robin Hood eigenlijk. Stealing of the Witches. Ja, gewoon. Goh, waarom maken we geen communistische partij hier? That's where he goes from that, okay. Gespreksverandering. Kom op, we gaan dat doen. Wow, wait. First, it started with a weird phone call he received from his mother when his Bluetooth speaker suddenly turned itself on. And then it turned to communism.
Daar is Alex weer. Hallo. Komt ze nou weer doen? Thank you, my communist friend. I shall use your workbench to make chest. Now I shall teleport to my other communist friend. Dat zou ik niet doen als ik jou was. Okay, his Bob. Name is called Gorbachev. Gorbachev Yanko. Wat? Is dat een koe met bank? Ja? Wat zei je? Ik heb waarschijnlijk de PlayStation 4 versie aangelaten ofzo. 10 uur, het is 12 uur jongen. Het is onze slaap, het is onze bedtijd. Het is vakantie, hè? Mag niet uit. Oh fucking god, de sounds van deze game zijn echt gek voor mij dat ik gewoon opeens me omdraai en opeens een volle koe mijn gezicht staat en dan boem. Waarom krijg je geen chat gebruikt, joh? Je moet het omroepen. Ja, er is iets met dinges. Alex, laat maar persoon boven hier zo. Kill him. What are you selling? Sea pickle. You absolute prick. Hoe heb je dat overleefd? I am Jesus. Haha. Stop coming to me, man. Just get in here. No, I wanna know where I can put this. You're scaring me, man. I have brought you something. Are you kidding me? Aha. Go again. Here you go. Merry Christmas. You bitch. You absolute cockwobble. Maar ja, ik ga even bellen zoeken. Ja, ik heb dat niet. Je hebt er totaal, even kijken, 10 nodig. Dus je hebt er nu... Of je doet gewoon alex.com/creative en dan... No. Like, I know I told you that the metro... The last part was basically for nothing. Which it is, because I don't live there anymore, but... Regardless. Wat ben je bij je Xbox? Ja. Nee, ik heb de ijs in creative neergezet. Dus. Ja, yeah, kind of a waste. Heeft Flora creative trouwens? Ja. Oké, dan ga ik Flora even manipuleren. Hier voor die sweet diamonds. Wat? Koffie? Oh, wie drinkt er koffie? Ik af en toe. Koffie is echt de beste shit, man, die je kan drinken. Ja, het is ook gevaarlijk, want de laatste keer dat ik een ijs macchiato caramel of whatever the fuck het heet heb gedronken, was ik binnen dood gegaan. Hoe de fuck ben je bij I Alex told dingen. You. door die fucking vijverinfectie was ik bijna dood gegaan. Wat?
Ja? Ja man, je weet toch dat we gingen, dat we naar Starbucks gingen, die shit heeft al gestart. Of ja, niet per se. Ja, ik heb die karamel ding gedronken en het heeft gewoon, het is natuurlijk karamel en het ging gewoon op de shit af. En ja. Yeah. Ik dacht dat het nooit te maken had met die Starbucks. Wat? Ik dacht dat het te maken met die alcohol die erop. I mean, also possible that it was a sake. Also possible. Ik heb maar wat er komt het doen. Wacht, dan moet ik even weten waarom. Hoe fever moet jij. Nee, vijver had ik al eerder. I don't know when. I somehow got it. Maar het heeft dus een infectie in mijn keel veroorzaakt. Maar de honing, a.k.a. karamel, heeft die infectie versterkt, zeg maar. Ja, dus nu moet ik gewoon uitkijken als iemand zegt karamel, want mijn throat is still fucked. Weet je wat ook een aanrader is? Irish coffee. Irish coffee, oké. Okay. Het is een koffie met... Normaal koffie kan ik drinken, er is niets mis daarmee. Nee, het is niet normaal. Weet je wat ik echt wil uitproberen? Ik moest het eigenlijk vorige keer gewoon bestellen, maar de ene... Tea latte, ik weet niet wat het was. Tea latte. De tea latte. Je hebt het gedronken. Met je cheesecake. Ik vond hem niet heel goed. Weet je hoe het lekker is? Het smaakte een beetje naar gember. Oké. Het was, ja, gember is lekker, maar ik hou alleen van die Royal Club gember. Then you know what's a good soda. Ja, nee, dat is echt goed. Ik vind met alcohol niet goed. Ik heb het met rum gedronken en met whisky. Ik weet niet. Royal Club is meer. Weet je wat je moet proeven? Voor cocktails. Mijn vader zegt dat de nieuwe cinnamon cola heel goed is met... Wat was het? Een of andere whisky. Je vader ook echt gewoon met die cola ook gewoon echt toe van... Oei, je moet meer halen. I'm pretty sure it has something to do with it. You damn fucking cows. Go away! Fucking moron. Is er een nieuwe cola dan? Cinnamon, ja. Het is festive, dus als het goed is het niet meer beschikbaar na het nieuwjaar. Oh, wacht, cinnamon. Nee, ik ken het niet. Nee. I mean, it's decent on its own. It's decent on its own. Oké. Maar, ik weet niet, drink jij veel alcohol of... Ik niet. Ik ook niet. Dat is beter zo, maar als je ooit vodka gaat drinken, zou ik het aanraden met sap. Met orange. Of met een guacamole. Volgens mij heet het. Guacamole. Gaan we dat te weten. Ik weet niet. Ja, is goed shit, man. Is goed shit. Maar het is wel ja. Niet fijn. Oh, Jesus. That hurt my nose. Oh, God. Don't ask me how it hurt my nose. It hurt. Hey, maar ik weet, misschien is het mijn PC, want zelfs mijn controller voelt, zeg maar, sloom. Of laggy. Ik zou de situatie nog een keer. Dan kan ik je helpen, maybe. Ja, nee, ik bedoel, ik snap dat het misschien mijn PC is, want... ik ging gisteren gewoon fucking lang video's editen, omdat ik een glitch had. Maar ik heb afgesloten toen jij... Wat? Heb je vandaag of gisteren al die editing je computer afgesloten? Ja, helemaal afgesloten, ja, helemaal. Ja, dan hoort het volgens mij gewoon normaal te werken. Well, it clearly doesn't.
Oké, dus je hebt alleen problemen met jouw muis, toch? Nee, ook met mijn controller gewoon. Het is echt. Nee, laten we zeggen, ik krijg gewoon lag spikes. Oh, lag spikes met jouw controller? Nee, met alles gewoon. Ook met YouTube. Als ik jou was, zou ik taak weer openen. En dan kijken wat er allemaal aan het runnen is. Het is waarschijnlijk jouw opnameprogramma op jouw Google Chrome. Die erg. Procenten van jouw PC traag. Dat is een driende manier. I'm lagging so hard. Ja, nee. Heb je ook staan? Even kijken, ik heb momenteel 4 openstaan. Opname, dus OBS heb je openstaan? OBS, Discord, WhatsApp. Even kijken, VDX en Minecraft. Dat is 5. Ugh. Ik hoor je niet. Hoeveel gigabyte RAM heb je staan op je computer? 6. Misschien zou ik proberen om eerst WhatsApp te sluiten als het mogelijk is. Kijk of er verandering is. What are you doing here? I just tried using my mouse. Then I noticed that it didn't work. Let me try replugging it. Oh, it works! No, never mind, not really. Nope, still having lag spikes. Heb je WhatsApp opgesloten? Yep. Ja, lag spikes, dat komt vaak door programma's. Ja, dat snap ik. Dus WhatsApp heb ik al afgesloten. Ik denk Discord is wel kan een probleem zijn. Ja, ik weet niet. Als ik jou was, zou ik misschien hoe hoog staat jouw renderkwaliteit van mij? Al laag. Ik heb de meest lage settings als ik record. Nee, nog niet. Ja, dat zou ik proberen als jou was. Kijken wat er met jouw PC te vragen. Ja, ik ga het even doen. Ik ga even de opname stoppen.